Voor mensen die graag musea bezoeken, was afgelopen week de eerste bijeenkomst voor museumgroepen. Vandaag zijn we bezig in de bibliotheek in Amersfoort, de prachtige nieuwe bibliotheek. De bibliotheek Amersfoort vindt het ook altijd heel plezierig om activiteiten in huis te halen die mensen met elkaar verbindt. We richten hier leesgroepen op, maar vandaag zijn we hier om een museumgroep op te richten. Dus een informatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling hebben om met elkaar musea te bezoeken. Die kunnen elkaar hier ontmoeten vandaag en dan krijg je dan de kans om een groep te vormen. Leuke dagjes uit. Leuke, interessante dagjes uit. Met mensen die dezelfde belangstelling hebben. En wij maken dan bij een bepaalde selectie musea in Nederland, maken we museumwijzers. Waardoor mensen ook met elkaar kunnen gaan praten over wat ze gezien hebben, hoe ze dat ervaren hebben. En er ook wat verdieping aan kunnen geven. Dus leuk, inspirerend en educatief. Dat zijn eigenlijk de termen die belangrijk zijn. Mensen kunnen kiezen uit een lijst van musea die wij geselecteerd hebben en waar wij museumwijzers bij gemaakt hebben. Maar als ze zeggen van ik weet nog een museum, we gaan er met elkaar naartoe, prima. Het is meer dat ze elkaar kennen. Ik noem het altijd zo, in Albert Heijn lopen de mensen die dezelfde belangstelling hebben ook, maar daar ken je ze niet. En wij brengen ze met elkaar in verband, zodat ze elkaar kennen en op stap kunnen gaan. Ja. Nou, mensen krijgen informatie over hoe het in elkaar zit, het systeem, en dan besluiten ze om al of niet mee te gaan doen. Nou, de mensen die niet mee gaan doen zeggen we leuk dat u belangstelling had, maar u mag weer naar huis. En de mensen die door willen gaan, daar maken we een museumgroep van. En die kiezen dan met elkaar een aantal musea die zij de komende periode gaan bezoeken. We zijn begonnen met leesgroepen in Nederland en we hebben ruim 500 leesgroepen. En dat is begonnen met Nederlands literair, maar daar is op een gegeven moment geschiedenis bijgekomen, Frans, Duits, Engels. En als we in het veld horen van mensen die zeggen van nou, we zouden een museumgroep ook wel leuk vinden, dan gaan we kijken of we dat kunnen faciliteren. En dan ontstaat zoiets. Dus als mensen morgen met een leuk idee komen, gaan we kijken of dat kan. Maar onze focus ligt een beetje op 50 plus. Zeker voor museumbezoek, want ja, 50 min word je geacht nog te werken in Nederland. En het zijn dus mensen die tijd hebben en interesse hebben. Maar in feite mag iedere leeftijd.